belangrijk. De spiesjes en het mesje zijn gevaarlijk voor jonge kinderen. Let als ouder goed op en blijf er altijd bij. Eet de fruitspiesjes op de stoel en laat uw kind niet lopen. Hoi, mijn naam is Laura en in dit filmpje gaan we groente- en fruitspiesjes maken. De activiteit is bedoeld voor ouders en kinderen van 0 tot 6 jaar samen. Vandaag gaan we dus groente- en fruitspiesjes maken. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je hebt een snijplankje nodig, een klein bordje en prikkertjes. En fruit naar keuze. Dus je kunt kiezen welk fruit jij lekker vindt. Ik heb zelf gekozen voor mandarijnen, bananen en appels. En de groenten die ik lekker vind zijn tomaatjes en komkommers. Wat ga je eerst doen? Je pakt eerst een mesje. En dit kun je goed doen met een mesje waar je je boterhammen mee smeert. En dan ga je al het fruit en groenten snijden. Misschien kun je dit wel samen met mama doen. Eerst gaan we de komkommer snijden in stukjes. Zo. Dan gaan we de banaan snijden. Bananen vind ik echt super lekker. Dan nog de appel in stukjes. Zo. En de tomaatjes, die snijd ik niet, want die zijn al best wel klein. En de mandarijntjes, van de mandarijntjes haal je het schil eraf. Dan pak je een bord waar je al het fruit op kan leggen. Zo. Dan mag dit weg. Dit heb je niet meer nodig. En dan gaan we nu de spiesjes maken. Dus je kunt alle groenten en alle soorten fruit gebruiken hiervoor. Maar net wat jij heel erg lekker vindt. Zo. En je kunt ook op elk stokje iets anders doen. Dus kijk, bijvoorbeeld deze doe ik alleen appels en bananen. En op deze ga ik alleen de groenten doen. En de groenten, dat waren de tomaatjes en de komkommers. En op deze doe ik mandarijn en banaan. En dan ga ik er nog één maken met appel, komkommer, een banaantje, nog een komkommer. Een mandarijn. Oh, deze wordt heel groot. En nog een appel. Zo. En dit zijn mijn fruitspiesjes. En nu kan ik ze lekker opeten. Dus als jij deze hebt gemaakt, kun je die lekker met mama of papa opeten. Bedankt voor het kijken. We hopen dat je het leuk vond. Heb je vragen of opmerkingen over de activiteit of het filmpje? Laat het ons dan weten. Wil je meer filmpjes zien? Abonneer je dan op ons kanaal en duimpjes omhoog. We zien jullie bij het volgende filmpje. Tot dan!